En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Aanstaande zondag is Moederdag. Wat hoopt u te krijgen voor Moederdag? Dat de kinderen gewoon komen. Ja, we hebben alles al. Nou, dat is eigenlijk wel een verrassing. We zijn hier op de camping. Dus ik ga mijn kinderen niet zien. Die gaan niet komen. Dus het wordt een Moederdag zonder kinderen, zondag. Maar wel in een hele mooie omgeving. Dus dat is dan nog een prijs. Ik zou het echt niet weten. Ik denk een bosje bloemen of zo. Ik hecht er niet zoveel waarde aan. Het hele jaar is Moederdag. Ik verwacht niks. Ik hoop gezelligheid. Kinderen komen eten. En moeder die staat lekker de hele dag in de keuken. Ik hoop niks, want ik heb mijn kinderen geleerd. Pluk maar iets uit de berm. Het is gewoon oplichterij. Wat geeft u uw moeder voor Moederdag? Ah, ja, daar hadden we vanochtend een heel app contact over. Waarschijnlijk een ontbijtje. Mijn moeder die hecht er niet zoveel waarde aan. Dus vandaar dat ik haar niet iets speciaals geef. En heeft u zelf kinderen? Ja. Wat denkt u dat u gaat krijgen van uw kinderen? Ik denk niks. Want wij staan hier op de camping en we gaan op Moederdag naar huis toe. Dus, en daar zijn mijn kinderen. Ik kan ze helaas niks meer geven, ze is overleden. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk iets van rituals of zo. Of geef even plannen voor Moederdag? Geef even plannen voor Moederdag? Cadeautjes geven. En wat voor soort cadeautjes? Dat weet ik nog niet. Dat is nog geen voorbereiding. En viert u zelf ook Moederdag voor uw eigen moeder? Ja, mijn moeder leeft niet meer, dus je kan alleen maar kaarsje branden. Ja, dat is lang geleden, dus. Maar dankjewel.